Vanavond was de try-out, de generale repetitie van de dansproductie La Larouque. Speciaal bewerkt, een productie die al bestond, 3 jaar geleden. Speciaal bewerkt voor Suriname. Het gaat eigenlijk over de eerste boottrip, de bootreis vanuit India naar Suriname, waarin de contractarbeiders onder zogezegd valse voorwenselen naar Suriname zijn gelokt. Het land van Suriname, het land van goud en honing. Vervolgens komen we voor een groot gedeelte in de binnenruim van het schip terecht, waarin we eigenlijk positieve, maar ook negatieve dingen meemaken. Positieve dingen zijn, er zijn broederschappen ontstaan, er zijn nieuwe banden ontstaan buiten bloed om. Maar ook negatieve dingen zoals hongersnood, hongersdood, zelfmoord, aanrandingen en dergelijke. Het is een stuk waarvan ik de wens koester dat hij nog honderden keren gespeeld wordt. Omdat we het belangrijk vinden, Shailesh en ik, om het verhaal van onze voorouders te vertellen. We moeten niet vergeten wie we zijn, waar we vandaan komen, wat onze identiteit, dan wel culturele identiteit is. Weet je, want die eenheid in verscheidenheid maak je daarmee kenbaar. Wat het mooie is van de hip-hop cultuur, het gaat om je origin. Het gaat heel erg om je roots. Het gaat erom waar kom je vandaan. Weet je foundation. Weet waar de beginselen zijn. Dat deel van hip-hop heeft me eigenlijk juist laten onderzoeken naar mijn roots. En zo kwam ik ook eigenlijk terecht bij La Larouque.